Toen ben ze er. Hey, hallo, goedenavond allemaal. Hey. Jullie kunnen nog even je geluid aanzetten hoor. Nee, anders laat je mij lekker praten. Ik zie een aantal mensen online. Welkom. Lisette, Sander, Naomi, Anja, Sanna. Welkom. Misschien hoort Sanna me net aan niet. Zijn we het een leuke groep? En we gaan zo meteen starten met de X-Core. En dat is even wennen, want normaal was die om 8 uur en nu is die om 7 uur. Zoals eerder al gepost, als je geen X-Core trainer thuis hebt, dus dit is een X-Core trainer, dan kan je een vervangend middel gebruiken. En dat is een fles van 1,5 liter, 1,5, die kan je vullen met rijst of met water. Als je wat vaker X-Core hebt gedaan, vul je dan ongeveer tot de helft. En als je wat voor het eerst bent, dan doe je daar een kwartje van. Zien jullie mij wazig of zien jullie mij scherp? Wazig. Oké, duidelijk. Ik denk, dan is het bij mij iets niet goed. Maar vorig jaar had ik dat ook en toen ging je vanzelf ook wel weer scherp. Nou, verder heb je eigenlijk alleen nog een handdoek nodig en zometeen een wat zachtere ondergrond, want er komen 3 tracks op de grond. Op de grond. Ja. Maar dat is op het laatste. Nou ja, inclusief cooling down zijn het er dus 4 in totaal. Want er komt ook een kerstnummertje. En dat kerstnummertje die is ook op de grond. Maar jullie merken het vanzelf wel. Ik hoop dat mijn beeld nog een beetje gaat scherpstellen. Vanzelf. Misschien heeft het wel te maken met de wifi. Nou, nog 1 minuutje en dan ga ik wel starten. Hoi! Hey Sanne, topper. Als jullie allemaal je geluid zo meteen uit willen doen, dan ben ik dus de enige die praat. Want Zoom heeft natuurlijk ook de functie dat als je gaat praten, dat ik je in beeld krijg. En dan krijgt iedereen je in beeld. Dus dat is even voor de duidelijkheid. Was wel leuk al, Anja, jou even net in beeld te zien. Even kijken hoe ik dat vage nog anders kan krijgen. Ik heb echt geen idee. Ik heb hier ook collega omheen, dus vandaar dat ik misschien af en toe een beetje kruis met mijn communicatie. Misschien als je het scherm even uitzet en dan wel aan. Welk scherm? Nee, je hebt zo'n knopje dat je het camera ding uit kan zetten. Oh, dat. Niet langer. Dat je hem even uitzet en dan nu weer aan. Hey, nou dat was een hele goede tip van mijn collega Lisette. Top, dus je ziet mij niet scherp, toch? Oké, je hoeft niet te antwoorden. Ik ga zo lekker starten. Ik ga de muziek aanzetten. Oké. Zijn we er klaar voor, jongens? We gaan lekker een 3 kwartier zweten en zoegen met de X-Core. De muziek is gestart. Pak hem aan de buitenkant vast. We starten met een halo op rechts. Leun naar achter, terug. Ga zo door. Laatste. 4 keer twist op rechts. 4, 3, 2, halo. Nog een keer. 4 keer twist. Halo. Langzaam twist op rechts. Kijk mee. Zorg ervoor dat de onderkant van je lichaam zo stabiel mogelijk blijft. Tempo. Singles. Twisten voor 1 vanuit je ellebogen. Vanuit je taille ga je dus iets naar voren. Vanuit hier blijf je in die hoek van 90 graden. Kenhoek op rechts. 4, 3, 2, wissel. Wissel. Elke keer 4 halen naar links. Static squat.
wat? Zet hem om, die kin. Duw je billen naar achterknieën naar buiten. Shoulder press omhoog. Meiden, als er iets niet goed is of we horen iets niet goed, zeg het dan. Lek licht op rechts. Je kan ook met me chatten, dat zie ik ook. Of niet misschien. Hou vast. Oké. Handen. In het midden, gevouwen grip. Twee keer lammetje, één keer langzaam. Langzaam. Armen zijn niet licht gebogen, borst vooruit en span je buik aan. Yes. Tempo, singles. Bij de lumberjack is het dus belangrijk dat je dit stabiel houdt en dat vanaf je heup boven je hoofd komt. En in dit tempo ga je door. Lumberjack, level 2. Zakken met je billen naar achteren. Static squat. Vier, drie, twee, één. Goed gedaan. We gaan naar ronde 2. Pak hem weer aan de buitenkant vast. Schouder onder achter, heel hoog links. Over je ribben. En terug. Zorg ervoor dat je goed naar achteren leunt. Want dan trekken we de core mee. Vier keer twist op links. Vier, drie, twee, laatste, halo. Nog een keer. Vier keer twist. Vier, drie, twee, halo. Langzame twist links. Kijk mee voor een extra rotatie. Single twist. Level 1, borst vooruit. Hier heb je de tijd om die halve maan goed te maken. Canoe op links. 4, 3, 2, wissel. Grote halen. Met mijn tweede blok mag je al iets meer geven. En yes. Goed gedaan. We gaan naar de tweede track, lumberjack. En die mag wel, die is wel pittiger. Bereid je voor, gevouwen grip. Start met een langzame lumberjack. 2-2. Twee keer tempo. 1-2, langzaam. En met die langzaam hou je hem mooi boven je hoofd. Tempo. Oké, dit zijn je singles. Dus je gaat nu door. En zo snel mogelijk. Goed, Sasana, top. En de rest zie ik niet, maar jullie zijn er wel, hè? Oké. Overhead, jumping lunge. Met een shaker bovenin, shaker onderin. Dus je maakt een double pulse. Opties, uitstap lunge. Single tempo. Hier hoef je niet meer te shaken. Optie, sta en uitstap lunge. Dit is je optie. Scissor lumberjack. En die scissor maak je met je hele voet. Dus ik wil niet zien dat je alleen op je tenen rolt. Hele voet. Speciaal voor je billen. 4, 3, 2, 1. Goed gedaan. Hammer op rechts. Vanaf je hoofd naar beneden. Je rechtervoet is achter, hiel is van de grond. Je slaat naar je rechterheup. Vanaf je linkerkant hoofd. Twee keer tempo. 1-2. Langzaam. Kijk mee bij die langzame. Naar de zijkant. En sla met het ding naar de heup. Vast. Sisser. Oh, knielift, ja. Je hoeft nog niet te jumpen, mag wel. Trek hem op tot over de heupgrens.
jumping. Oké, wat heel belangrijk is, ga door dat je die draai blijft maken. Ja, dus dat je hier draait en hier. En stop. Goed gedaan. Lampen check langzaam. Gevouwen grip in het midden. Stap bij de heup, schouders naar achter. 2-2. Twee keer tempo. 1, 2, langzaam. Armen zijn licht gebogen. En check ook even of je knieën niet op slot staan. Singles. Vier, drie, twee, open, launch, shaker, links. Oké, daag jezelf uit door dieper te gaan met je knie. Double pulse, double shaker. Single tempo. Let op je optie, uitstap lunge. Optie. Goed zo, Sarah. Topper. Zesser, lumberjack. Weer met de hele voet. Hou vol. En je weet dit nummertje mag je hoofdtrap echt omhoog gaan. Moet zelfs. 4, 3, 2, 1. Hammer op links. Linkervoet achter, heels van de grond. Naar je rechterhoofd. Naar je linkerheup. Maak die rotatie mee naar de zijkant. Twee keer tempo. Langzaam. Als je meekijkt naar beneden, dan heb je die rotatie extra. Oh ja. Laatste stukje. Knee lift. Trek hem tot de open heupgrens. Zie je dat? Hier is je heup. Tot daarover. Dus niet 90 graden, net een klein stukje hoger. Zijn we klaar? Voor jumping knee. Woehoe! Lekker. Dit is sporten. 4, 3, 2, 1. Tap. Ik schuim nog even weg. Ga naar de high plank. Schouders zijn boven je handen. Billen zijn niet zo. Dan zijn de schouders boven de handen heel belangrijk. Onderdeel, mountain climb langzaam. Trek je hem naar de borst. Kan je meer? Luister naar de muziek, tempo versnellen. Ga door. Als de muziek te zacht is, kan hem nog iets harder zetten. 4, 3, 2, 1, jump up. Dan gaan we. Langzame twist. Shake, shake. Twist level 1. Level 1 betekent vanuit de taille naar voren en hier een halve maan maken. Niks extra's. Level 2. Wie staat er nou, Sanne? Ik zie het wel. En als er iets niet goed gaat met mijn muziek, moet jij het zeggen, hè? Want ik zie jou in beeld. Dan kan je duimpjes zo doen als het niet goed is, en zo wel. Ah, het is dus goed. Level 3. Gestrekte armen. Schouders laag. Dus niet hier. Hier. XL, kom je samen in level 1. Je mag breed blijven. En nu zo groot mogelijk. Woehoe! Lekker! En stop! Oké, deze nog weer aan de kant. We gaan naar de andere kant. Alleen op rechts gaat niet. Schouders boven de handen, billen laag.
Duw je hakken actief naar achter, terwijl jij nog met je schouders boven je handen staat. Langzaam mountain climber. In, uit, in, uit. Ga door. Tempo! In, uit, in, uit. Oh, ga je niet lekker? Kunnen jullie mij zien? Nee, hè? Doe niet mee! Eventjes dan. 4, 3, 2, jump up. Pak je expo. Langzaam. Je weet wat de komen gaat. We gaan lekker twisten. Shake, shake. Kijk mee naar de zijkant. Twist, level 1. Bam. Bewaar nog een beetje voor die XL zo, hè. Onderkant van je lichaam blijft stabiel. Niet dit. Twist, level 2. Zakken binnen naar achter. Ja. Voor die mooie buik. We gaan nog één tandje naar level 3. Strek je armen uit. Als je te laat hebt gegeten, voel je het nu. He? Kom je staan level 1 XL. Zo groot mogelijk. Goed gedaan. Nog eentje, dan mag je wat drinken. Pak dan aan de rechterkant vast, in het midden. Gewoon zo. Deze is voor de biceps. Dus je ellebogen blijven op schouderhoogte en smal gooien. Shaker, shake, shake. Shake, shake. Let op dat je schouders niet hier zitten, maar hier. Shake, shake. Dan een shaker. Wat ik dus niet wil zien is dat je ellebogen meegaan. Weer niet, maar blijf hoog op schouderhoogte. Spel op rechts, links gaat naar achter, hoog, laag. Rechterbeen is achter en zorg ervoor dat je hak van de grond is en dat je iets op je standbeen voren leunt. Armen zijn licht gebogen, maar dus geen 90 graden. Tempo! Alles blijft voor, dus geen chest up is. Twee keer tempo, één keer langzaam. Denk erom, je armen blijven licht gebogen. Hou vol. En stap. Andere kant. Ik wil wel, want hij lijkt misschien makkelijk deze, dat je doet alsof dit een hamer is en dat je die spijker hiervoor inslaat. Met kracht. Shaker. Shake, shake. Hou je elleboog smal in één rails. Shake, shake. Dus je wil niet dit zien. Dat is een hele andere oefening. Over naar de double shaker. Kant ie. Laatste keer. Links naar achter, spur omhoog, langzaam naast je heup. Dus ik heb echt een landingsbaan hier. Met een bijna gestrekte arm. Dus geen 90 graden, niet dit. Dat is een stuk makkelijker, I know. Hou ze gestrekt. Twee keer tempo. 1, 2, langzaam. Twee keer tempo.
Weet je dat voor de volgende keer? Ga niet smokkelen op 90 graden. Misschien twee buizen maken, dat kan ook. Je mag wel drinken. Hebben we wel dorst? Nee, hè? Je hebt helemaal geen zin om te drinken. We gaan lekker naar de wave zo meteen. Voor de wave ga je hem vastpakken aan de doppen. Stevig vast. Op kinhoogte. Dat is wave level 1. Ribben naar je heupen. Zie je dit? Als je dit niet doet en je doet alleen dit, heeft niet zoveel zin. Denk eraan dat je dus goed naar de zijkant gaat leunen. Zorg ook voor dat je niet naar achter laat, maar in het midden. En dan mag je nog een tikje zo. Uitgeronken. Dan ga ik weer starten. En dan gaan we over de helft van de les. Weef op rechts. Schouders laag. En de onderkant van je lichaam blijft stabiel. Combinatie. 1, 2, C-wave. Over links. 1, 2, C-wave. Backstep. 1, 2, C-wave backstep. Denk aan je optie, wat je net geoefend hebt, is ook dikke prima. Wave alleen maar op rechts, alleen in je lift. Blijf hier. Hier heb je tijd om te oefenen, om even goed die ribben naar je heupen te brengen. Ook al heb je het niet lift. 4, 3, 2, 1, squat. Kom niet in. Duw je weer naar achter. Kleine pulsjes. En met pulsjes bedoel ik dus dat je hele kleine stukjes heen en weer gaat. Shoulder press omhoog. Komt ie. Terug onder je kin. En laat het niet zo op arm zo zakken. Maar dan lift focus. Willen naar achter, knieën naar buiten. En je been gaat strak naar achter, dus niet dit, maar dit. Wave, op rechts. Blijf leunen. 4, 3, wave, knee lift rechts. Combi. C-wave backstep. Goed gedaan. Ronde 2, wave op links. Hier heb je weer de tijd om goed te leunen. Allebei de kanten. 4, 3, combinatie. 1, 2, C-wave. Twee keer op links, via rechts, C-wave. Neerlift, op links. 1, 2, C-wave backstep. Stap je naar achter op alleen de voorvoet. En ook hier bij je heup heeft hij een eindstation. Dat grintig komt er ergens tegenaan. Alleen maar neerlift. Je hebt een zijwaartse knie en je elleboog komt erachter langs. Dus dit is voorwaarts, maar ik doe achter. 4, 3, 2, squat. Pulsjes. Je mag wat wijder staan als je wil. Is je x-val onder je kin? Shoulder press omhoog. Overstrek je knieën nooit op het moment dat je omhoog bent. Op links. Strek benen naar achter en voel je gluteus maximus. Wave op links.
Ja, 4. 3. Meer lift, combi. G-wave backstep. Nog 2 keer. Laatste. Goed gedaan. Top. Oh, we gaan naar het kerstnummertje, want deze zouden we niet meer doen, hè? De push-pull. Je mag naar de grond, dus je mag je handdoekje pakken. Sorry. En, omdat we nu overgaan naar de kersttrack, heb ik voor jullie ook nog een codewoord. Hebben jullie een mail gelezen? Het is namelijk zo dat je elke week van ons een zin krijgt in totaal. Bij elke online les komt een codewoord. En de codewoord van deze les is team. Dus T-E-A-M. Verzamel ze, schrijf ze op. Aan het einde van de week mail je naar info@tomvankok.nl. Heb jij de juiste zin? Krijg je van ons een cadeautje. Leuk, hè? Nou, als het dan niet lukt om bij alle online lessen te zijn, verzamel met zoveel mogelijk woorden gewoon. En maak er een leuke zin van. Wie weet het nu wel goed. We gaan naar de grond. Pak je handdoek. En dan gaan we even genieten van Destiny Child. Ja. Yeah. 8 Days of Christmas. We gaan het voor het eerst doen. Dus waarschijnlijk gaat hij een beetje snel. Oh, het komt in beeld. Ja. Ja. Ik ben weer niet zo zichtbaar, hè? Zo wel. Nou, ik geef niet goede voor, maar ik ga dus zonder handdoek. Speciaal voor jullie. Je mag gaan liggen. X-Co hou je in de buurt. Hoofd op de grond. Je armen zijn wijd. En je benen zijn 90 graden. Start met 2 seconden naar links en kom weer terug in het midden. Nu naar rechts. En weer terug in het midden. Dat doe je elke keer 2 seconden. En terug. Kom op rechts, blijf liggen. Arm achter je hoofd. Zijwaartse crunch. En je houdt je benen dus op rechts 90 graden op de grond. Hou je elleboog gestrekt. Ga door, ga zacht denken aan je oren. Kom in het midden, 2 pulsjes. 1, 2 en 1 hoog. En terug. Nog een keer, 2 pulsen en 1 hoog. En terug. Ga zo door. Hou je elleboog eruit. Kom zitten. Push front, zijkant en in het midden. Rechts, links, midden. Zorg ervoor dat je met je borst naar achteren leunt met een rechte rug. De voeten zijn naar je toe gewezen. Kom weer naar het begin. Armen wijd, 90 graden. Kom naar rechts. Links. My baby gave to me the keys to a CLK Mercedes. On the first day of Christmas, my baby gave to me quality tea. Linkerkant, crunch. Kom iets met je schouderbladen op. Hou je ellebogen breed. Laatste. Kom zitten. Links, links, rechts, midden. En push vanaf je borst omhoog, een klein stukje. Oké, kom in de hoge plank. Optie, knieën op de grond. Maar probeer het. Hou vast. Schouders boven je handen. Zometeen 2 keer mountain climber snel en eentje langzaam.
valt die combinatie. Tempo, tempo, langzaam. Hou die ene langzame even vast. De laatste. Oh, nu is de laatste. Hou hoog. Hou vast. Statics. Plak. Hou vast. Hou vol. Optie. Knieën op de grond. Maar dit ga je rocken. Speciaal voor kerst. Hou vol. Goed gedaan. Top. Nou, dit was de Christmas song van de X4. En als je zometeen ook nog booty gaat doen. Oh, nee, die hoort er niet bij. Dan krijgen we weer een andere Christmas song. Dus keep in touch. Een ander kerstwoord. En een ander kerstwoord, ook heel scherp, ja. We gaan weer staan. Want we gaan naar nummer 7 van de X-score. X-Go is op kinhoogte. Kom iets breder dan de heupgrens staan. We starten zo meteen met een single squat. Billen naar achteren, knieën naar buiten. Borst vooruit, schouders laag. Panty. Knij boven in je billen samen. Jump naar voor, jump, tumble. En tumble betekent naar voor en naar achter. Kenoe op rechts, langzaam. 2-2. Oh ja, hoor je hem aankomen? Kenoe, knielift, rechts. Daar gaan we. Nog even knallen. Blijf roteren. 4, 3, jump knee. Gaat dit niet? Blijf je staan, ja? Dan blijf je op stand mee staan. En dan leun je iets naar voren. 4, 3, 2, 1. Haal hem in het midden vast. Voor de lumberjack squat. Kom iets breder staan, komt ie. Borst vooruit. Jump squat naar voor. Armen voor, lumberjack 2 keer. Dit is je combi. Ga door. Oké, lumberjack, jumping jack. En die jumping jack doe je op je hele voet. Dus nooit alleen op je tenen. Altijd op je hele voet. 4, 3, ga door. Nog een tientje. Optie, ga omlaag. Goed gedaan, we gaan naar de andere kant. Blok 2. Kunnen we nog wel? Squat, singles. Borst vooruit. 1 niet op slot. Squat 2-2. Meer singles squat, hè? Jump squat naar voren. Tumble. Kan je dieper? Nu, zakken. Ken op links, langzaam. Kijk mee naar beneden voor een extra rotatie. 4, 3, jump knee. Oh nee, nog niet jumpen, hoeft niet. Hey, als je nou opnieuw bent, ik hou hem aan de zijkanten vast. Hier dus. Met een hammer hebben we een sumo grip.
En die houden we aan de kop vast. Nu komt die jumping. En je bent aan het kanen hoor, dus je maakt grote halen. Zo door de Ardennen. 4, 3, 2, 1. Gevouwen grip. Lange jack squat. Wordt vooruit, schuift naar achter. Kant die. Jack squat naar voor. Armen voor. Twee keer lange jack. Ga door. Laatste. Oké. We gaan naar het laatste stukje. Lange jack. Jumping jack. Hele voet. Lange. Ga naar boven. Woehoe. Gaat het niet meer? Haal je hem laag. 4, 3, 2, 1. Yes. Well done. We gaan naar de grond. We gaan naar de sitting twist. Geen handdoek voor mij. Voor jullie wel. Zijn we er klaar voor? De laatste twee tracks. En nog een cooling down. Kom zitten. Hakken in de grond, tenen wijzen naar je toe. Mag een lichte buik zijn. Borst vooruit. Zit die twist. Elleboog iets naar voren. Komt de tempo. Kun jij nog? Dan gaan we ervoor. Wiel die hakken actief in de grond. Twee keer tempo. 1, 2, shake, shake naar de zijkant. Andere kant. Shake, shake naar links. Kijk mee. Twee keer. Halo. Nog twee keer halo. Laatste. Nog een keer. Twist. 1, 2, halo. Laatste keer. Oké, we gaan naar de zijwaartse plank. Je mag breed staan met je voet. Onderstuk voet mag ook, been mag ook moe zijn. Kijk omhoog. En we draaien zo 4 seconden in. 4, 3, 2, in je rolletje. En terug. Kijk omhoog. Laatste keer. Is je heup nog hoog? Kom weer zitten. Sitting twist. Borst vooruit, rechterrug. Leun altijd iets naar achter. Hakken in de grond. Tempo. Kaap je borst nog iets meer vooruit. Kom op. Doe er maar één keer de twist zo. Twee keer tempo. 1, 2, shake, shake naar links. Shake, shake naar rechts. Uiteindelijk ben je helemaal aan je eind hier. Twee keer tempo, drie keer halo. Woehoe, is prettig. Ga door, twee keer tempo. Zo, nu kan ik even lekker hier kijken, popcorn erbij. Sanna. Rotatie. We gaan naar die zijwaartse pak. Optie. Eén been gebogen. Anders lekker wijd staan. Heup omhoog. Kijk omhoog. 4 seconden naar voren. 4, 3, 2, 1 rolletje. En draai je uit. Laatste kijk omhoog. We gaan naar de finale ronde. Dat betekent 32 sitting twist singles. Woehoe. Kijk, nu kan ik jullie weer zien. Altijd blijven lachen. Kom nog een stukje naar achter. Maar alleen als je niet dit
doet. Wel dit. Vier, drie, twee, één. Goed gedaan. We gaan naar de overpool. Hou hem in het midden vast. Voor. Oké, twee keer achter. Eén, twee. Langzaam voor. Twee keer. Langzaam. Oh. En op rechts. Op rechts. Dus voor omhoog, rechts. Aan dicht. Omhoog. Op rechts. Acht keer, acht tik. Acht. Zeven, vijf omhoog. Zes. Vijf. Vier. Kom op. Drie. Laatste. Kom in de hoge plank. Nog even volhouden, ja? Schouders boven de handen. Zometeen. Eén diagonaal en twee spijkers. Hetzelfde been. In, uit, twee spijkers. Ga door. In, uit en twee spijkers. Even kijken, Sanne. Ik zie jou heel goed meedoen. In, uit, twee spijkers. Nog eentje, ja? Twee spijkers, oké. Draai je op. Maak je klaar. Voor de laatste. Op, boom, nog op rechts. Actief. Op rechts. Actief. Haal je voeten in de grond. Trek jezelf maar op. Acht keer actief. Acht. Zeven. Ik weet het, hij is zwaar. Maar je wil dat toch? Hoor je mij? Nog eentje. Oké, hey, maar we hebben alleen nog maar rechts gedaan. We gaan naar links. Twee keer omhoog. Links. Links. Actief. Op links. Acht keer actief. Acht. Zeven. Kijk omhoog. Hou vol. Geef niet om. Laatste. Oké. Diagonaal en twee spijkers. Ook op links. Uiteraard. Kom staan. Links. Twee spijkers. Dus via de zijkant komen die spijkers. Hou vol. Laatste. Draai om. We gaan naar de overpool. En we gaan naar het laatste stuk van de hele les. Hebben we er zin in? Voor, achter. Voor, achter. Actief. Links. Actief. Nog twee keer. Acht keer, de finale van de hele les, hou vol. Nog vijf, vier, drie, twee, laatste. Blijf liggen. Oh, potverdikke me.
Dat was wel wat, hè? Ja, je mag lekker liggen. En als je zover bent, dan mag je komen zitten. Op je billetjes. Hakken in de grond. Tenen wijzen naar je toe. Je handen zijn achter je. Best wel smal. Smaller dan je heupgrens in ieder geval. Borst vooruit. Kijk omhoog. Met je kin opgeheven. Het is de cooling down. Kom met je voeten tegen elkaar. Naomi, wil je even het goede voorbeeld geven? Borst vooruit, armen wijd en kom zo ver mogelijk naar voren. Dit is de lotushouding. Je rechterhand gaat achter, je linkerhand omhoog. Kijk omhoog. Kunnen je knieën nog wat naar buiten? Wissel van kant. Ga door. Kom je in het midden. Nog één keer trotse houding, armen wijd. En kom zo ver mogelijk met je borst naar je tenen of naar je voeten. Op je knieën. Zorg ervoor dat de twee vuisten ertussen kunnen. En zet je rechterbeen naar voren. En leun iets naar voren. Zodat je het in je, bij je heupbuigers voelt. Dus hier, deze spier. Armen in je zij. En de kant van je gestrekte been. Wat je gestrekt noemt. Knieën naar voren duwen. Pak je dus je arm voor de schouderstretch. De handen in zij, leun naar achter en zet je voet naar je top, zodat je de achterkant van je benen voelt. En kom weer terug, knieën naast elkaar, linkerbeen naar voren, in de grond duw je knie naar voren en voel het weer met de heupbuigers, handen in zij. Kant van je gestrekte been, pak je arm, schouderstretch. Kom weer in het midden, hak in de grond, tenen wijzen naar je toe, kom naar voren. Oké, knieën weer bij elkaar. Midden, borst vooruit, armen open. Schouderbladen zijn achter, zoveel mogelijk naar elkaar toe. Wissel van kant. Kom staan. Pak je vreef. Voor de bovenbeen stretch. En zorg ervoor dat hij naast je andere knie is. Kan je meer? Trek hem iets naar achter en kom iets naar voren. Van kant. Knie weer naast je andere knie. Wil je meer? Trek hem naar achteren en kom naar voren. Kom weer staan. Sidestep, schouder op. Andersom, naar voren. Lekker relax. Hoeft geen moeite meer te kosten.
En handen omhoog. Applaus voor jezelf. Goed gedaan, jongens. Dit was de hitscore. Nou, je ziet ook dat ik gezweet heb, hè? Of course. Ik heb gezellig met jullie meegedaan. Hey, codewoord is bekend, hè? Schrijf op. En ik wens jullie dan nu nog een hele fijne avond. Als je bij de booty zo meteen ook meedoet, dan gaan we nog een nieuw nummertje doen van de Christmas. Komt ook weer een codewoord. En die start om 8 uur. Dus ik ga nu uit deze Zoom offline en dan zie je me zo weer terug.